Hoi allemaal, leuk dat jullie komen kijken bij de video op vandaag van ons Lovely Stampers team. De opzet van de videohop is dat onder de beschrijving in de beschrijving staat naar wie je verder door kunt hoppen. En zo staat dat bij elk filmpje. Ik ben Diane van Otterlo, ik ben onafhankelijk stamp-up demonstratrice. Hallo. In het mooie Gorinchem, de mooiste vestingstad van Nederland. En ik wil jullie vandaag dit kaartje laten zien. En dat is een, ja, een soort trappetjeskaart, noem ik het maar. Ik heb daarvoor gebruikt de thee en troost stempelset met de bijpassende theekopstanzen. En het leuke bijpassende designpapier met theekopjes en allerhande leuke dingetjes. En ik heb de adhesive sheets gebruikt. Wil je zien hoe dat de stempelset er in het Engels uitziet? Je kunt hem vinden in de jaarcatalogus op pagina 13. En daar zie je ook een plaatje van het designpapier. Ik schrijf ook uiteraard nog de gebruikte materialen ook hieronder in de beschrijving. Goed, wat hebben we nodig? Ik gebruik gewoon wit, basic white, het dikke karton. En daarvan heb ik gesneden 14,5 bij 20. En ik heb dan wat stukjes designpapier gesneden en dat is 2 keer 2 bij 14 centimeter en 1 keer 4,5 bij 14 centimeter. En ik heb ook alvast wat theekopjes en zo gestempeld en gestanst om straks dit leuk te versieren. Goed, om dit trappetjes te krijgen moet je wat rillen en daarvoor leg je de 20 kant tegen de bovenkant van je trimmer. Ik gebruik hem altijd op deze manier, maar meestal is gewoon om hem op deze manier te gebruiken. Maar ja, ik ben een beetje eigenwijs, dus vandaar doe ik het op deze manier. En ik ril dan op 2,5 centimeter. Dus de lange kant gaat tegen de bovenkant, 2,5, 5, 7,5, 10. En 15 centimeter. En dan heb je dus... Ja, ik kan het niet goed laten zien, hè. Dat zie je nu niet goed in het filmpje. Maar als ik hem zo gevouwen heb, dan ga je het zien. Dan ga ik ze eventjes allemaal vouwen. En je vouwt het eigenlijk, ja, als een harmonica, hè. Dus als een trappetje. Om en om. En dan ziet hij er zo uit. En zo kan je ook beter zien waar ik had gerild. En dit is eigenlijk alles. En dat gaan we versieren. En daarvoor had ik dus die stukjes designpapier. Op deze ga ik een tekst stempelen voor de leukste theeleut. Ik vind dat zo'n leuke tekst. Die heb ik denk ik al het meeste gebruikt. En die stempel ik gewoon op het designpapier. En Harry wil ook graag even laten weten dat hij er weer is. Vindt hij leuk om mijn filmpjes even van geluid te voorzien of zo, denk ik. Ja, sorry. Dit plakken we gewoon even op. Ik heb vergeten mijn deur dicht te doen, dus hij komt even gezellig meedoen. Goed. Nou, dan plak ik hier weer het volgende strookje. Je kunt natuurlijk op deze ook een stukje designpapier plakken, hè? Maar goed, dat zie je uiteindelijk eigenlijk niks van. Maar als je dat leuker vindt, zou ik het zeker doen. Het kost niet zo heel veel designpapier immers.
En dan op deze het laatste stukje. En dan wordt het dus dit. Ik kijk opzij, want dan kan ik zien of jullie het goed kunnen zien in de camera. Goed, dan gaan we versieren. En ik wil hier dit theekopje hebben. Nee, ik doe hem toch hier. Hier steekt hij leuker af. Ja. En dan moet je natuurlijk opletten als je hem gaat plakken dat je alleen op dat stukje lijmt. En dus niet als je hem plat hebt liggen op het hele stuk. Want dan heb je geen... dan vouwt hij niet meer. Hè? Dan kan je er geen trappetje meer van maken. En even zorgen dat je binnen de kaart blijft. En ik heb gelijk lekker lijm aan mijn vingers gestopt. Even eraf. Zo. En daar wil ik de takjes in. Die heb ik gestempeld met Garden Green. En ik heb, er zitten dus die stansen om dit uit te stansen. Die zitten in de bijpassende set. Zo. En dan wil ik hier het rode kopje zo ongeveer. Ja, daar. Daar steken we nog een blaadje achter. Zo. En daar had ik nog een leuk labeltje bedacht. Want ik heb nu niet de citroentjes gebruikt, maar een paar leuke labeltjes. En die plak ik daar weer op. Kan je ook nog met een dimensional doen, als je dat leuk vindt. En hier doe ik ook een labeltje. Zo. Dan heb ik dit kopje nog. En voor dit kopje, dit is een open stansje, daar heb ik de adhesive sheets achter geplakt. Dus je plakt een stukje van het adhesive sheet op je karton wat je wilt gebruiken. En dan stans je hem uit. En dan zorg je wel dat de lijmkant natuurlijk aan de achterkant zit. En dan kunnen we dat eraf halen. Zo. En dan plak je dit op het dichte kopje, zoals ik dat dan zeg. En dan krijg je geen lijmvlekken ernaast. Dat is een voordeel, want ja, als je dat dunne allemaal inlijmt, dan wil je wel eens een klein lijmvlekje ernaast krijgen. En dat is natuurlijk een klein beetje zonde. Dus ja. Op die manier. Dan dacht ik eigenlijk dat ik 3 takjes had. Maar goed, ik heb er maar 2. Dus dan gaan we het even anders doen dan ik had gedacht. Plakken we die iets meer zo. Hap. En daar nog 1. En ook die plak ik weer hierop. Die laat ik iets minder uitsteken. Want hierbij moet je opletten dat je niet boven de buitenste rand uitkomt. En natuurlijk wel alleen maar dit deel lijmen. En dat is om hem nog in een envelop te kunnen stoppen. Dat is waarom ik niet wil dat hij daar uitsteekt. En dan doe ik deze met een dimensional opplakken.
Zo. En dan heb ik voor hier nog een paar rode bloemetjes gestempeld en gestanst. Dat is zo leuk dat die stans je in één keer uit. Je stempelt hem in één keer. Zodat je hem, als je geen stansen gebruikt, kan je het rechtstreeks op de takjes stempelen. En anders kan je de bloemetjes in één keer uitstansen. Ik hoor een ping. Meestal betekent dat niet veel goeds. Maar ik zie geen foutmeldingen komen. Dus ik hoop dat alles goed gaat. Even kijken. Dan wil ik daar nog een bloemetje. En daar. En daar. Nou. Sorry. Zou je altijd zien dat dan alle van de berichtjes binnenkomen. Maar goed, dat terzijde. De kaart is zo klaar. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ik zal hem even kijken of je hem zo... Ik maak ook nog een foto, die komt op mijn Facebookpagina. Dan kunnen jullie het misschien beter zien. Ik zal hem nog even zo houden. Zo ga je hem zien als je hem hebt staan. En als je hem opstuurt, kan je gewoon dit doen. En dan past hij gewoon in een normale envelop. En hier kan je dan je tekst nog schrijven voor degene aan wie je hem stuurt. En dat was de kaart voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ga zeker even bij Danielle kijken. Die is degene die na mij zit. En haar link staat dus in de beschrijving. En verder vind je daar ook alle gebruikte materialen. Tot ziens. Doei doei.